De kortfilm Chopin van de Oost-Vlaming Piet Meerschout uit de Kunstacademie van Wetteren heeft gisteren de publieksprijs gewonnen op het Kortfilmfestival Kort Geknipt in Sint-Niklaas. De beste film volgens de jury was de film Kira, gemaakt door een Antwerpenaar. Het was een geslaagde 10e editie van het filmfestival dat al sinds 2004 doorgaat in de Stadsschouwburg van Sint-Niklaas. De middagvoorstelling voor de jeugd kon op een volle zaal rekenen en ook op de avondvoorstelling komen zo'n 200 bezoekers kijken naar in totaal 19 kortfilms. Na de films mogen de mensen beslissen welke film met de publieksprijs gaat lopen. De meningen lopen daarover uiteen, maar over het niveau van het kortfilmfestival zelf is iedereen het eens. Ik vond dat er nu meer variatie in zat dan vorig jaar. We komen regelmatig. We hebben bijna alle edities al bekeken en vond het een hele leuke lichting. Het was heel tof. Zelfs film zonder woorden spreekt mij enorm aan. Gewoon al door sfeerschepping en door muziek kan er zoveel duidelijk gemaakt worden. Armin, is dat niet van hier zeker? Nee, echt. De film Chopin. Het verhaal van een pianist van Iraanse afkomst die zijn geluk komt zoeken in het Westen, maakt het meeste indruk op het publiek. Nu, ik moet gaan verder spelen. Tot genoeg. Publieksprijs, daar doen we toch wel een beetje voor. Ik wil toch zeggen dat de meeste mensen op Chopin hebben gestemd en uiteraard heel blij. Ja. Een jury met onder meer Antwerps filmmaker Robbe de Hert zag dan weer in Kira een winnaar. Het is het verhaal van een vrouw die seksueel misbruikt wordt door een 30 jaar oudere man. Het is een waargeboren verhaal. Die is, heb ik gehoord van iemand die is... Van een ander land naar België gekomen, die trouwt met iemand, een oude man. Dus ik heb gevraagd aan haar, mag ik in uw verhaal een film van maken? En ze heeft gezegd, oh ja, we hebben een scenario geschreven, dan gedraaid worden. De organisator kan tevreden terugblikken op deze 10e editie.